Welkom bij een nieuwe aflevering van Eetzaken, de podcast van Smaakvol Noord-Holland. Vandaag hebben we een speciale gast, Esther Leegwater, de drijvende kracht achter Pop voor Wijn. Esther is niet alleen gepassioneerd ondernemer, maar ook een kenner in de wijnwereld. Haar expertise en enthousiasme hebben Pop voor Wijn getransformeerd tot een geliefde bestemming voor wijnliefhebbers in de regio. In deze aflevering duiken we in Esther's ondernemersavontuur, de geheimen achter haar zorgvuldig geselecteerde wijnassortiment en haar visie op de toekomst van wijnbeleving. Esther, leuk dat je mijn gast bent vandaag in deze podcast. En ik ben wel benieuwd naar jouw pizza en waarvoor wij vandaag hier zijn. Ja. En natuurlijk meer erachter te komen wat jij allemaal uitspookt. Als ik dat zo mag zeggen. Ja, nou, allereerst enorm bedankt dat ik hier mag zijn. Superleuk. Ja, jullie mooie woning en gezellig in de tuin. Het meer weer zit natuurlijk lekker mee. Ja, vanwaar de fungi pizza. Ik heb sowieso een voorliefde voor truffel. Ah, oké. Okay. En hoeft die niet per definitie op een fungi pizza. Alleen kan overal dat wel ingrediënt op, was ik gelukkig niet vergeten vandaag, want het was een beetje een haastdingetje. Dus hij is een beetje, het is de snelle fungi voor vandaag. En of ik er een speciale herinnering aan heb, nee, dat eigenlijk niet. Ik vind het gewoon heel erg lekker. Je bent sowieso gek van champignons en alles wat... Ik ben wel een soort van omnivoor, zeg maar. Dus er zijn weinig dingen die ik niet lust. Nee. Ja, ik vind alles lekker. En ook net waar mijn pet naar staat, uiteraard. Ja. Maar ik ben wel bourgondisch, om het zo maar te zeggen. Dat kan ik me een beetje voorstellen. En daar hoort dan natuurlijk ook mooie wijn bij. Goed wijntje bij, ja, zeker. Ja. Leuk. Ja. Hey, hoe gaan we jouw pizza maken? Waar beginnen we mee? Oké, nou, de basis voor een mooie pizza is uiteraard... De tomatensaus, yeah. Ja. En voor de fungi hebben we ook gekozen voor een hele basic tomatensaus met wat oregano en uiteraard knoflook en tomaat, eigenlijk niet veel meer of minder. Ja. Yeah. Want dat zou zonde zijn van de mooie smaken van de paddenstoelen. Goed, champignons in dit geval. Kastanje, hè? Kastanje, champignons, ja. Leuk. En wat heb jij met eten? Heb je er wat mee? Want je bent wijnkenner, wijnspecialist, sommelier. Wijn en eten gaat daarin natuurlijk samen. Of is dat zo natuurlijk? Heb je wat met eten? Ben je een... Absoluut, ja. Ik kom ook sowieso uit een horecagezin, horecafamilie. Ja. En mijn moeder, die helaas niet meer onder ons is, kon ook ontzettend goed koken. En we hebben vroeger ook een restaurant gehad. Dus wat dat er gaat, is het er wel met de paplepel ingegoten. En ik vind het vooral ook heel leuk om het mensen naar de zin te maken. En ik vind het ook heel fijn om mensen thuis lekker uit te nodigen. En ze lekker samen te genieten van goed eten en mooie wijn. En de combinatie daarmee uiteraard ook. En daar sparren we ook vaker in. Ik heb natuurlijk best wel wat wijnvrienden en vriendinnetjes. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk het allerleukste om met elkaar een avondje te organiseren. Iedereen wat maken en iedereen bedenkt daar een mooie wijn bij. En leuk. Dan gaan we kijken hoe dat samen werkt inderdaad. Ja, dus dat denk ik. Leuk. Zo, ja. Ja, nou ja, dan weet jij wel hoe dit werkt. Volgende laag natuurlijk. Volgende laag. Ik ga je even wat stukje helpen als dat mag. Ja, tuurlijk. Ja. Dus ik ga er vanuit gewoon mooie plakjes... Gewoon lekker ruim, verdelen over ruim, de pizza. Ja. Oké, dus dat ligt misschien nog wel in het verschiet. Ja, wellicht kunnen we daar toch iets van een toekomstplan voor maken met elkaar. En kijk, ja goed, als je een broer of een zus had gehad, of ja, hoeft natuurlijk ook niet, maar wellicht die daar dan wel een andere kijk op had gehad. Ja, hè? Ja. Snap ik. Dus dat, en het is ook niet dat mijn ouders niet meer kindjes wilden, maar dat lukte simpelweg niet. Oké. Dus ja, ik had nieuwe Nikes, zeg ik altijd. Ik had nieuwe Nikes. Je had in ieder geval genoeg aandacht. Ik ben echt vreselijk verwend, absoluut. Ja. En, zijn ook voordelen. Juist ook, doordat het allemaal niet zo makkelijk ging, had ik wel... Is er nog plek? Ja hoor. Leuk.
Ja, was mijn moeder wel heel zuinig op mij en mijn vader ook uiteraard. Die leeft gelukkig nog. Ja, snap ik. Oh. Zo, altijd lekker veel. Dat vind ik altijd wel bij de pizzeria. Zie je de 4-5, hè? Je kan ze tellen. Vaak op één hand. Twee handen misschien nog net. Het is lekker als het gewoon veel is. Ja. Ja, maar ja, goed, zo'n... Nou, nu mag je dat lekker helemaal zelf bepalen. Ja. Dus dit is truffel gewoon... is natuurlijk een beetje lastig in Nederland. Dat heeft niet elke groenteboer op de hoek. Zeker niet in de kop van Noord-Holland. Nee. Als we dat willen hebben, dan moeten we dat meestal bestellen. Dus ik heb in dit geval ook een beetje door de tijdgebrek gekozen voor... deze uit een potje, wel van Ecoplaza in Schorrel, die dit soort mooie dingetjes inderdaad verkoopt. Ja, leuk. En je merkt ook gewoon eigenlijk als je verse truffel gebruikt, hoe delicaat en elegant het eigenlijk is. Hè? Vaak als je natuurlijk in gerechtjes dat hele overdreven truffelgeur hebt of wat dan ook, dan is het toch vaak gekunsteld. Olietjes waarmee van die nepolietjes waarmee gewerkt wordt of... verse zomertruffel gebruikt, is het vaak heel subtiel. En helemaal, nou goed, dit is... Ik moet je heel even... eerlijk zeggen, ik heb het nog niet eerder gegeten, dus ik ben wel benieuwd. Het ziet er allemaal goed uit. Nog een laatste... Ja, het is een beetje, nogmaals, het was even last minute boodschappen doen, want ik ben gek op koken. Alleen, ja, dat is ook, hoort ook bij het ondernemerschap. Tijd is wel eens een dingetje. Ja. Een probleem op het moment, inderdaad. En dan moet ik zeggen dat ik thuis niet heel vaak pizza's maken. Dus dat gaat, is dat ook wel leuk om het een keer zo te ervaren. Ja, toch? Ja. Ah, leuk. Daar gaat dat. We hebben geoefend de afgelopen tijd. Ik zie het. Zo. En wat drinken we hier bij jouw fungi? Nou ja, wij zijn bij Pop for Wine sowieso altijd van de wat bijzondere wijnen ook. En zeker ook authentiek. Hè? Mooie druiven die in een bepaald gebied horen of juist een bepaalde manier van wijn maken. Of wat heel expliciet is voor een bepaalde regio. Ja. En heel eerlijkheidshalve bij truffel. En met name paddenstoelen ook, kies ik zelf vaak voor houtgelagerd wit. Ja. Een mooie klassieke witte bourgogne. Ik ga even een tussentijdse... Even draaien. Draaien. Met deze warme weersomstandigheden en gezien de tijdstip van de dag is het misschien wel prettig om het gewoon heerlijk bij een mooi mousserend glas te houden. En leuk is het dan om dat wel dan uit Italië te doen. Juist. En dan wel een Franciacorta. En wat dan eigenlijk toch wel een beetje de champagne van Italië is. Dit wordt ook op een traditionele methode gemaakt. Wat inhoudt dat de wijn een tweede vergisting op de fles ondergaat. Net als champagne. Okay. En dit is Chardonnay Pinot Nero gedreven. En een mooie lange rijping op de lie. En daardoor ook een hele fijne mousse. Ja. Yeah. Dus ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Verfrissend. Ja, klinkt goed. Mensen kiezen wel vaak voor, met name fungi en paddenstoelen, wel voor bijvoorbeeld Pinot Noir. Ja. Vind ik zelf ook heel mooi. Of Nebbiolo. Goed, dat is natuurlijk ook vaak wat zwaarder. Nou ja, keuzes en wat je zegt met dit weer. Met dit lichte, met dit warme weer leek het me wel frisser. Fijn om het een beetje licht te houden inderdaad. Ja. Kijk. Ik zal er even een kleine check doen bij de pizza. Want we hebben straks alleen wat te drinken. Niet steeds. Ook goed. Nou. Ik denk dat wel correct. Kijk, dan laat ik deze dan lekker voor jullie hier. Dan kunnen jullie daar na de welverdiende harde dag hard werken lekker van genieten samen. Ja, dankjewel. Misschien kunnen we hem zo in de koelkast weer zetten. Nou, die ziet er goed uit, hè? Ja, ik wou net vragen. Hoe vind je hem eruit zien uit onze mooie
welvaren. Ik vind dat hij er erg mooi uitziet. Ik denk dat er ook nog wel een klein beetje zout op kan. Ja, nou, dat hebben wij. Ik zou zeggen, doe je ding. En als finishing touch natuurlijk de rucola, wat dan nog een extra pepertje geeft. Beetje van onderop. Want, altijd goed, hè? Rucola. Ja. Net als de rest, iedereen. Dus deze wijn die doet het erg goed. Niet alleen met de champignons, maar ook de frisheid van die het brengt met het warme weer waar we nu in zitten. De keuze is nu eigenlijk hoofdzakelijk temperatuur geweest en even iets verfrissends en gezellig proosten met elkaar. Oké. Ik overhandig jou. Ik zal hem even wat naar je. Ja, dit zijn van die handige tools. Die moet ik eigenlijk thuis ook hebben. Ja, leuk hè? Ja, kijk zeg. Hey. Deze tool die komt trouwens van onze vriendinnen uit Wormerveer. Kookwormerveer. Dus die zijn. Wij zijn fan van hun. Ze hebben zulke mooie. Kookproducten, ja. Keukenproducten. Ik heb toevallig een kaasfonduzetje van ze. Oh, wat goed, wat goed. Ja, nou, hartstikke goed. Kijk, glas erbij. Ik zou zeggen... Proost. Proost. Op deze mooie dag. En gezondheid. Hartelijk dank op gezondheid zeker. Absoluut. Ja. Dat is een heel fijn... Kijk, fijn. Glinsterende oogjes, ja. Dat zien we graag. Heel goed, heel zacht, ja. 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 Nou, dan zou ik zeggen, we gaan jouw creatie... Dat is mijn ontbijt. Mijn lunch. Ja. Ja, Esther. De stilte zegt genoeg. Goede bodem. Zeker. Goede smaken. Een heerlijk verfrissend wijntje. Nou, daarom kom ik ook graag, als ik een wijn bestel, dan doe ik dat graag bij jou. Niet alleen vanwege je altijd enthousiaste overkomen, maar ook van je natuurlijk van de kennis die je hebt. Als ik bij je ben, dan zeg ik al, ja, je weet nu ondertussen wel wat ik apprecieer, maar ja... Je weet er goed tussen al die wijnen te laveren van... er zijn natuurlijk zo ontzettend veel wijnsoorten. Want hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in de wereld van de wijn? Ja. Want het is ook wel best een concurrerende business, zeker, heb ik af en toe enorm. Het idee. Absoluut, ja. Ja, de passie voor wijn is denk ik heel jong al ontstaan. Mijn opa van mijn vaders kant was groot wijnliefhebber. Ja. En helaas is het echte, de echte interesse bij mij wel pas gekomen nadat hij was overleden. Want hij overleed toen ik 17 was. Maar goed, desalniettemin, daarvoor al als we met elkaar uit eten gingen. Mijn opa wilde ook altijd rode wijn uit de kelder. Okay. Dus op een graadje of 13. Ja. 14, niet zoals we ze tegenwoordig. Tegenwoordig gewoon in de koelkast. Veel te warm geserveerd krijgen vaak. Maar goed, als jong meisje, toen ik op onze leeftijd mocht je dan op 16 al iets van een alcoholische versnapering gebruiken. Ja. Dus in die tijd had ik een diner aangeboden gekregen van mijn ouders. En ik dacht toen de tijd dat ik alleen maar zoete... Witte wijn lusten, net als de meeste meisjes die Lambrusco. Ja. Er kan trouwens hele mooie Lambrusco zijn. Maar goed, die vinden we meestal niet in de Nederlandse schappen. Alhoewel, sinds kort wel bij Pop Wine uiteraard. Uh-huh.
Nou, dus de dame in kwestie vroeg natuurlijk waar ik van hield. Ja, in zo'n mooi restaurant zeg je dan natuurlijk niet direct... ik doe mij maar een lekker zoetfruitig glas wijn. Dus ik zeg, nou ja, in ieder geval wel fruitig. En toen kwam zij met Sancerre aan. En dat is een gebiedje in de Loire. En daar wordt hele mooie Sauvignon Blanc gemaakt. En ik vond die wijn heerlijk bij de vis die we geserveerd kregen. En een aantal maanden daarna wilde ik wel zo'n flesje gaan kopen. Dus ik ging naar onze lokale wijnhandel. En ik stond bij de zoete wijnen te kijken. Want ik was er nog steeds van overtuigd dat ik alleen maar zoete wijn lustte. Ja. Dus die meneer die vroeg wat ik zocht. En dat was Sancerre. Ja, maar hij zegt dat is hartstikke droog. Ik zeg maar dat kan helemaal niet. Want ik lust geen droge witte wijn. Maar ja, ik denk dat vanaf dat moment wel in ieder geval de interesse is gewekt van... Oh, maar wat is er dan nog meer? En toen was natuurlijk nog wel heel jong. Ja. En ja, ook gewoon als bijbaantje vaak in de horeca gewerkt. En ook in restaurants en van alles. Maar goed, we gingen ook vaak naar proeverijen van perswijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ook toen ik nog niet mijn eigen zaak had. Dus ja, altijd die interesse wel gehad. En toen mijn delicatessenzaak op mijn pad kwam, ben ik echt de verdieping ingegaan en cursussen gaan volgen. En zoals ik al zei, eigenlijk nog steeds niet uitgeleerd. Nee. Nee. Maar ik denk inderdaad ook nooit uitgeleerd. Dat is inherent aan het vak. Ja. Het verandert natuurlijk ook continu. Ja. Ja. Pop van Wijn, dat zit nu 20 jaar in Schorel. Nee, veel korter. Jij zit... Ik woon 20 jaar, in Schorel. Ja. Hoe lang bestaat Pop for Wine in Schorel? Nou, Pop for Wine, het bedrijf bestaat eigenlijk al vanaf 2014. In die zin, toen ik nog voor de Bergen Wijnhandel werkte, gaf ik ook cursussen. Oh ja. En ook wel eens proeverijen op locatie, dat soort dingen. Dus toen heb ik weer een KVK-nummer aangevraagd na het Schorelse Kaashuis. Want dat was het eerste avontuur uiteraard. En dus vanaf die tijd hangt die naam al in de lucht. Dus toen dit pand heel onverwachts eigenlijk op mijn pad kwam in 2020, heb ik die naam ook niet meer veranderd. Ja, waarom Pop? Nou, dat is mijn bijnaam. Het is een beetje uiteraard door mijn man ontstaan. Pop meer, gelukkig. Okay. Maar Poppy vaak Poppy, eigenlijk. Ja, precies. Maar inmiddels dusdanig doorgedrongen in de samenleving dat de kinderen van mijn vrienden mij ook Pop noemen. Dus dat Pop for Wine, ja, Pop, het geluid van de fles wat open gaat. En in die zin een beetje dubbelzinnig. Alleen in de tijd, met name met corona, is het natuurlijk wel eens verwarrend geweest voor mensen. Dat de meesten natuurlijk toch wel dachten dat het een pop-up store was. Ja, oké. Dat is iets van de laatste tijd natuurlijk. Ja, nou. Ja. Kevin, je zegt net, ja, de kans deed zich voor. Ben jij iemand die zich laat leiden door kansen? Of ben jij iemand die wel met een laserfocus, een idee heeft, stip aan de horizon? Hoe gaan we daar komen? Hoe identificeer je kansen in de markt? Hoe werk jij? Nou, ik geloof wel zeker in kansen pakken die op je pad komen. Ik vergelijk het eigenlijk altijd een beetje. Je hebt in toeristensteden heb je zo'n hop-on, hop-off bus. Dus, ja. En zo zie ik eigenlijk het leven wel vaak. Niet alleen als ondernemer, maar ook denk ik wel als privépersoon. Het is maar net, stel dat je één dag hebt in Barcelona. Wat ga je doen? Waar ga ik eraf en waar ga ik er weer op? En ja, dus in 2019 ben ik weer helemaal zelfstandig gegaan. En ja, helaas is vrij kort daarna mijn moeder overleden. En dat heeft wel behoorlijke impact gehad. Nee. En dat eerste jaar ben ik ook eigenlijk, heb ik gewoon dingen gewoon... Ik ben een beetje in de horeca gaan werken. Ik heb mezelf verhuurd aan een wijnwinkel. Was je zoekende naar jezelf? Ja, absoluut. Ja? Ja. Nou, ook vooral wat ik dan nou echt wilde. Ik ben op dat moment echt van, nou, ik denk, ik zie het wel wat er op pad komt. Ja. Werk is er altijd, als je wilt werken. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus ja, van het een kwam het ander. En begin 2020 zouden we natuurlijk het wijnfestival Finiamici al... die hele organisatie zijn we vanaf 2019 mee bezig geweest. Nou ja, dat ging natuurlijk door corona natuurlijk niet door. En, maar jij bent daar een van de organisatie? Ik ben heel nauw betrokken geweest bij de aanvang van de organisatie al. Ja. Nou ja. Maar niet meer? Zeker, ja. Want we hebben heel gelukkig, dit jaar hebben we dat met groot succes, zoals ik dat zelf mag zeggen, hebben we Finiamici kunnen staan. Het was echt, vond ik, een heel fijn evenement. Ja. Waar wordt die gehouden? In de Grote Kerk, in de Sint-Laurenskerk in Alkmaar. Alkmaar, precies. Ja. Ja.
komend jaar weer. Ja, dus het is een terugkerend evenement. Ja. En dat zijn, ja, houdt dat jou bezig, een evenement organiseren? Is daar een achterliggende gedachte? Is dat een stukje marketing? Is dat, Nou, eraan deelnemen is het in dit geval natuurlijk wel geweest. Hè? De aanvankelijke vorm, zoals we het in 2020 zouden doen, was wel anders. Ja. En toen zat ik echt meer ook midden in de organisatie. En nu was ik wel meer deelnemer. Ik heb wel gelukkig wel mogen meedenken. En ik ben ontzettend trots op de organisatie zoals ze dit hebben gedaan. En ik vind het echt een heel geslaagd evenement. Dus voor mij, zeker voor de exposure, hè, om je te laten zien, vind ik dit soort evenementen heel belangrijk. Ja. Want ja, wat ik ook een beetje uit jouw antwoorden haal, is je bent of haal even een constructie, is dat je geïnteresseerd was wel in wijn en maar ook door je moeder toch ook wel weer een soort met zoektocht bent beland, overal wel gewerkt, ook in de horeca. En dan doen zich toch wel kansen voor. Niet die stip aan de horizon, maar doet zich een kans voor en die pak je. Ja. Ik was wel al een webshop begonnen, hè? Ook dus in 2019 in samenwerking met een oude leverancier, waar ik al met mijn kaaswinkel veel zaken mee deed. Ja. Dus dat was er al. En van daaruit was ik eigenlijk meer aan het freelancen. En op alle gebieden in de wijn. Ik heb ook wat in het wijntheater gestaan van Barbara Verbeek. Ja, en wat ik al zei, hè, die horeca. En ik heb uiteindelijk mezelf ook verhuurd aan Ton Overmars in Amsterdam. Grote winkel op het Hoofddorpplein. Nee. En ook weer heel veel meer kennis opgedaan. En leuke mensen, hele fijne mensen ook leren kennen. En eigenlijk door mijn kaaswinkel, die destijds is overgenomen door Kaas Bouniek, die nu naast mij zit, die wist dat het pand waar ik nu in zit vrij kwam. En die heeft mij gebeld in juni en zegt, is dat niet een 1-2'tje? Okay. Ja, en vond jij dat op dat moment al direct? Of had je er wel zoiets van, moet ik even over nadenken? Nee. Waar kwam die zekerheid vandaan? Nou ja, er was natuurlijk al heel lang geen slijterij meer in Schorl. Okay. Dat is nu anders. Ik wou net zeggen, de hele petities. Nou ja, goed. Ik zeg ook altijd, bij mij moet het wel over de Mount Everest en niet over de A9. Dus het gaat bij mij nooit makkelijk. Dus wat dat er gaat, ja, er zullen wel meer obstakels op het pad komen. Nou ja, over obstakels gesproken. Wat zijn jouw... heb jij veel voorkomende valkuilen gehad in jouw ondernemerschap tot en met nu? Welke valkuilen ben je tegengekomen? Want ik kan me zo voorstellen, ik stel die vraag eigenlijk ook om... veel ondernemers denken van, ik moet die stip aan de horizon hebben. En hoe kom ik daar? Nou, dan weet je je weg, dan bereken je je pad terug. En dan weet je ook welke stap je vooruit moet nemen. Maar als je zegt van, nou, ik begin gewoon, ik zie kansen, ik pak ze. En ik ga op die hop-on-bus stappen en kijk wel wanneer ik eraf stap. Ik kan me ook voorstellen dat het soms best wel verrassingen onrustig kan meebrengen. Ja, onrustig. Zeker. Bijvoorbeeld. Ja. Vind je dat lekker? Kan je daarmee werken, die onrust? Of het is een haat-liefde relatie. Is het een bijproduct van de manier van... Het hoort bij mij. Ik denk dat ik me daar wel zo langzamerhand bij neer heb gelegd. Kijk, het is niet zo dat ik alleen maar impulsief werken. Uiteraard hebben we een exploitatiebegroting gemaakt. En uiteraard heb ik voor mezelf een doel gesteld, omzettechnisch gezien. Hè. Want ik betaal huur, dus is het allemaal haalbaar. Ik heb nu inmiddels collega's. Hè, dus dat is natuurlijk ook een stap. Ja. Dus ik probeer dingen... Kijk, het is niet impulsief en ondoordacht, laat ik het zo zeggen. Het komt wellicht wel eens impulsief over, maar... Maar ik ben wel een gevoelsmens ook. Mm-hmm. Ja. Een van de grootste valkuilen is passie. Ja. En dat heb ik zeker met de kaaswinkel enorm ondervonden. En daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Ja. Dat je niet altijd alleen maar door je passie kunt laten leiden. Nee, precies. Want de kassa moet ook rinkelen. Precies, want hoe zorg je voor je eerste klanten? Nou ja... Kijk, het voordeel denk ik wel, doordat je sowieso door die kaaswinkel hebt gehad, zelf in Schorl woon, daarna natuurlijk 3 jaar in die wijnhandel heb gestaan, of die in een mooi, hele mooie wijnhandel moet ik zeggen, in Bergen heb gestaan. Mm-hmm. En daarnaast dus dan toch weer die horeca in, heel veel mensen kennen,
contacten onderhouden, netwerken. Ja, het is netwerken, zeggen ze altijd. Maar dat is wel echt ontzettend belangrijk. Want, kijk, mensen kunnen overal wijn kopen. Ja, ja, dat is het. En ze kunnen zelfs rechtstreeks bij wijze van spreken bij de producent als ze willen tegenwoordig. Want die stuurt ook gewoon doosjes op. Mm-hmm. Ik bedoel, daar... Dus hoe onderscheid je je en hoe creëer je die gunfactor? Dat is natuurlijk heel belangrijk. En hoe lange termijn dat? Visie, denk ik ook. Hoe doe jij dat? Die... Nou ja, ik probeer toch ook door mijn kennis. Ja. En door met mensen mee te denken. En, want jouw stenenwinkel, ja, daar zorg je, ik denk, zoveel procent... meer dan 50% van de consumenten. En aan de achterkant ben je natuurlijk ook horecaleverancier. Ja. En de webshop, dat zal... Die loopt heel matig, moet ik zeggen. Ja. Ja, daar valt echt wel meer uit te halen. Ja. Maar dat... Een stukje liefde. Kijk, het is ook een winkel. Dus daar moet aandacht aan besteed worden. Ja, ja, ja. Dat is een beetje punt. En, een stukje liefde en aandacht daaraan besteden. Ja. 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 En vooral ook, denk ik wel, mensen... ook het gevoel geven dat ze niet bekocht zijn, zeg maar. Hè? Dus wij willen niet snel scoren. Nee. Daarom ben ik ook, denk ik... Hè, ik heb het wel geprobeerd, hoor. Ik heb ook wel gesolliciteerd bij bedrijven om in de buitendienst te gaan. Oké. Okay. Maar ja, ik ben niet zo iemand van snelle targets. En ik heb wel eens een heel mooi gesprek gehad bij een heel groot bedrijf... en voor mij was het toen ook duidelijk, denk ik, door het gesprek wat ik met die man voerde. Die vroeg letterlijk aan mij, ben jij iemand van de target van 1 miljoen of een target van 10 miljoen? Nou ja, beginnen bij 1 miljoen. Laten we in het midden gaan zitten. Zeg maar, wat ik heel belangrijk vind, is dat die mensen waarmee ik die target heb gehaald, dat die over 10 jaar nog steeds... bij ons, of bij mij in dit geval, gast zijn. Want ik heb het ook vaak over gasten. Ik vind klanten nog steeds een beetje een lastig woord. Dat is misschien een horecatik. Mm-hmm. Dus dat is wel een heel belangrijk punt in mijn bedrijfsvisie. Ja. In lange termijn band opbouwen met de gasten. Ja. En nogmaals ook meedenken. Hè. Soms dan is het heel makkelijk om een flesje van €20 te verkopen, maar... Is die wijn van 1395 misschien een veel betere optie in een bepaalde situatie? Ja. Dan kun je denken van ik wil die €20 in mijn kassa hebben, maar ik wil dat die gast terugkomt. Ja. Nee, maar dat is... merk ik bij jou. Toen ik bij jou in de winkel kwam, je stelde mij vragen. Nou, eigenlijk een beetje zo van, waar sta jij eigenlijk nu op jouw wijnwandeling? Even simpel gezegd. Nou, ik sta daar en was ik heel erg met die Pinot Noir bezig. Dat is mijn liefde. Die rode wijn en toen heb ik je ook verteld, ik ben een beetje aan het zoeken. Ja, dan heb je de Duitse varianten nog. Nou, daar kwamen heel veel verhalen. Dus ja, ik had al snel door van, ik sta nog maar aan het begin. En ik ben ook wel iemand die graag ontdekt. Dus dat was eigenlijk wel het eerste zaadje wat je geplant hebt. Dus dat snappen van dat... Ja, het is geen... wijn leren drinken is geen sprint natuurlijk. Maar steeds een stapje verder. En ook als je het met eten of niet... Maar soms is het ook gewoon... Komen mensen voor een cadeautje en is het ook dat wat het is. Ja. En willen ze een bepaald bedrag uitgeven. En dat is prima. Tuurlijk, en soms zitten mensen niet te wachten op het hele verhaal. En waar de wijngaard ligt. En kijk, en dat is een stukje empathisch vermogen, denk ik. Of in ieder geval inlevingsvermogen, wat je moet hebben. Uh-huh. Maar wat je denk ik ook moet hebben als je in de horeca werkt. Ja. Wat her en der nog wel eens ontbreekt, als ik zo vrij mag zijn. Ja, correct. Veel mensen denken, nou dan gaan we toch... dan ga ik nog wel even lekker in de horeca. Als ik niks kan vinden, dan ga ik nog wel even in de horeca. Maar mensen, het is een vak. Zeker. Het is echt een vak. Echt. Zoals alles. Ja. En, en mensen, ik vind het fijn als ze zich op hun gemak voelen en terugkomen vooral. Dat vind ik heel... Dat is ook voor de continuïteit natuurlijk belangrijk. En of ze nou terugkomen voor dat flesje van 5,95. Of voor het flesje van 25,95. Dat is een relatie dat je aan het opbouwen bent inderdaad. Ja. Want wat is het beste advies wat jij ooit hebt gekregen? Of dat nou van familie is, vrienden of werkgever waar je hebt... Of misschien heb je een mooie quote van... Waar je altijd zoiets hebt van,
als je het even moeilijk hebt, dan of je denkt aan een goed iets. Ja, ik denk, alhoewel ik mezelf er wel op betrap dat ik dat wel regelmatig doe, maar ik denk dat het ook belangrijk is om niet te veel achterom te kijken. En vooral ook wel vooruit te kijken. Dus uiteraard wel van je fouten leren. Mm-hmm. Maar soms daar niet te veel in blijven hangen. Nee. En wel vooruit blijven kijken. Ik denk dat ik heb daar wel eens moeite mee hoor. Als er iets niet goed is gegaan of wat dan ook, dan kan ik daar heel. Moet ik dat rechtbreien? Of gelukkig gebeurt het niet vaak. Maar dat zijn wel dingen. Of met name ook die kaaswinkel, wat toch nog een stukje is. Dat voelt niet helemaal als mislukking. Maar had je graag anders. Ik had het graag anders gezien. Zeker. Ja. Maar ook dat moet je dan op loslaten. En ook de positieve dingen eruit proberen te halen. Wat je ervan hebt geleerd en dat je daarmee door kunt gaan. Dus zo ga jij om met tegenslagen en onzekerheden. Het zijn allemaal leermomenten. Toch naar jezelf kijken. Absoluut. Ondanks spiegel voor je neus is heel belangrijk, zeker als ondernemer zijn. Ja, vooral niet wijzen naar een ander. In het leven. Ja. Oké. Ja. Want wat voor vaardigheden, want dat zijn vaardigheden waar je het nu over hebt. Want veel mensen, als ze iets verkeerds meemaken, is het toch vaak wijzen. Die heeft dat zo gedaan. Of dat is de reden waarom ik in deze situatie ben gekomen. Welke vaardigheden vind jij dat een ondernemer of iemand die wil gaan ondernemen een belangrijke vaardigheid is die een ondernemer zou moeten beheersen? Nou, er zijn twee dingen, denk ik, essentieel. Sowieso zelfkennis. En zelfreflectie daarin ook. Zelfkennis niet altijd. Ik denk dat zelfreflectie een beter woord is daarin. En doorzettingsvermogen. Ja. Want het is ook voor mij elke dag een strijd. Ja. Maar een strijd klinkt heel zwaar. Ja. Maar je bent wel constant met jezelf. Kijk, ik heb ook voor bedrijven gewerkt. Dus ik weet ook hoe het is om gewoon elke maand een salaris te vangen. Ja. En om echt op vakantie te kunnen. Ja. En dan te denken van ik kan alles echt even los te laten. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dus meestal als ik voor bedrijven werkte, dat ook niet zo goed kon. Nee. Dus dat heeft me meer, denk ik, ook wel doen bewegen om toch maar gewoon lekker zit in jou. Te, precies. Ja. Of we doen het of niet. Precies. Goed. En of dat nou voor een werkgever of voor mezelf is. Ja. Altijd gedacht, als ik het goed doe, dan heeft de werkgever het goed. En dan is het uiteindelijk, dan hebben we het allemaal goed. Mm-hmm. Maar goed. Je zegt net van, ik heb een salaris ook gekend, nu doe ik het voor mezelf. Hoe zorg je eigenlijk voor die balans, werk en privé? Of gaat het bij Pop voor Wijn? Is zeker wel eens moeilijk. Ja. Het is ook, ik ben wel iemand, ik probeer echt mijn sociale contacten ook allemaal te onderhouden, zeg maar. Ja. En dat zijn er veel, denk ik. Dat zijn er veel. Ja. Ook doordat je ik heb best wel wat banen gehad. Dus dan. Mm-hmm. Dus ik heb overal wel wat contacten zitten, om het zo maar te zeggen. En het zijn allemaal leuke mensen. Dus ik zou het ook zonde vinden als die contacten verloren gaan. Ja. Maar goed, daarnaast heb ik ook een hele lieve man. En die, dat is ook belangrijk dat we daarin een balans hebben. En ik denk dat wij daarin wel onze balans hebben gevonden. Mijn man doet ook heel onregelmatig werk. Okay. Dus dat scheelt ook. Dus je begrijpt elkaar daarin wel veel beter. Ja. Hij werkt voor de kustwacht. Oh, Een hele verantwoordelijke baan. En op het moment is dat heel wisselend en verandert het rooster ook regelmatig. Mm-hmm. Ja, en bij mij is dat natuurlijk ook. Ik heb ook wel eens morgens, als ik om 9:00 denk, ik heb een lijstje gemaakt en dit ga ik allemaal doen vandaag. Dan is het om 9:05 is het anders. Precies. Dus, dat is ondernemen. Dat is ondernemen, ja. Ja. En het is elkaar begrijpen daarin en de ruimte daarin geven. Mm-hmm. En wel ook op zijn tijd echt wel tijd voor elkaar vrijmaken. Want dat is wel belangrijk. Ja. Ja. Dus dan hebben jullie al afspraken gemaakt. Op zondag zitten wij, ik noem maar wat. Even. De zondag is voor mij redelijk. Kijk, nu deze zondag moet mijn man, heeft hij bijvoorbeeld weer avonddienst. Nou, goed, dan heb ik weer de mogelijkheid om, want zondag is in principe mijn enige vrije dag. Ja. Om dan dus mijn andere sociale contacten weer een beetje blij te maken. En als ze er blij van worden, hoor, als ik kom. Maar goed, ik word in ieder geval blij van om hen te zien, laat ik het zo zeggen. Ja, precies.
Dus ja, zo proberen we dat een beetje in balans te houden. En we proberen nu ook wel in oktober dan ook weer eventjes een weekje weg te gaan met z'n tweeën. Ja. En dan ben ik nog steeds bezig om een bedrijfstelefoon... Ik heb inmiddels wel twee telefoons, alleen mijn telefoon is gewoon nog steeds de telefoon en precies, die gaat mee precies. En dat. Ik zou dan wel zeggen, tenminste de vraag rijst, hoe passen dan jouw werknemers hierin, zodat je werk en privé, ondanks dat je man onregelmatige werktijden heeft, hoe passen die werknemers in het verhaal van Pop voor Wijn? Want ik kan me zo voorstellen dat jij met jouw lijn van kennis in de wijnzaak het aanspreekpunt bent. En je neemt daar mensen aan. Ja, die moeten natuurlijk ook wel van een bepaalde status inhoudelijk kennis. En dat is ook absoluut prio. Dat is geen... Om jou natuurlijk een stukje te ontzorgen, zodat die privé-situatie wat beter kan. Hoe doe je dat? Nou ja, ik heb sowieso in het begin had ik eigenlijk nagenoeg in ieder geval geen vaste collega's. Dus alleen zzp'ers die ik op drukke periodes Dat is dan een moeilijke keus ook wel. Nou, kijk, het was natuurlijk ook door dat vervelende virusje wat waar we te maken mee hebben gehad. Ik heb een hele lieve vriendin die ook een wijnwinkel in Schagen heeft. En destijds nog niet. Toen zat ze nog wat verder. En toen had ze in principe meer. Gaf ze de cursussen en dat soort zaken. Dus, en zij werkte ook in de horeca. En zij zat destijds natuurlijk thuis. Dus ik kon haar inhuren in de winkel. Ik heb met haar de wijnacademie gedaan. Dus ze heeft ook echt zeer gedegen wijnkennis. Hè, dat er gaat staan we op gelijk niveau. Daarnaast een hele lieve vriendin die in de evenementenbranche zit. Waar ik ook de wijnacademie mee heb gedaan. Oh, die natuurlijk ook geen werk had op dat moment. Ja, dus wij konden elkaar toen. Het was een soort van win-win situatie. Mm-hmm. En zeker mijn vriendin uit de evenementenbranche. Die voor een kuitenbrouwer. Die heeft gewoon ook qua inrichting met de winkel. En de hele voorbereiding ook ontzettend veel voor me betekend. En nog, als er iets is, dan. Ik hoop ook altijd voor haar klaar te kunnen staan. Maar het is wel, het is wel heel fijn dat je dat soort mensen... En Micheline, waar ik zelf notabene voor gewerkt heb in de Bergenwijnhandel. Die vond het toch ook wel leuk om af en toe weer eens een keer wat in de wijn te doen. Je netwerk? Nou ja, ook een dame die natuurlijk heel veel wijnkennis heeft. Maar goed, op een gegeven moment wilde ik wel naar een soort van stabiliteit en vastigheid. En net wat jij zegt, ook als je een weekje weggaat... Dat er een soort van rust komt en dat er ook mensen zijn. Ik zou het fantastisch vinden als er mensen zijn. Ik kom voor je collega. Ja, precies. Prima. Ja. Laten we dat maar lekker gaan verdelen met elkaar. Ja. En daar zijn we wel enorm aan het werk. En ik denk dat we echt wel de goede weg aan het bewandelen zijn. Want Melanie, die nu bij mij werkt, dus 30 uur. Daar ben ik ook ontzettend blij mee. Ja. En René is nu inmiddels al 2,5 jaar bij me, maar die studeert helaas nog. Mm-hmm. Maar René heeft ook zeer gedegen wijnkennis. Maar die werkt in principe op zaterdag bij me. En dan nu, vanmiddag is ze er gelukkig, want ze heeft nu vakantie. Dus al met al is het kwestie van de juiste mensen vinden daar ook een beetje geluk mee hebben. Ja, en precies. Dan proberen om ze bij je te houden, want dat is natuurlijk ook een kunst. Dat is het allerbelangrijkste, ja. Ja. Want we hadden het er al over voordat we hier in gesprek gingen. Even over, de wijnwereld die staat absoluut niet stil. Die ontwikkelingen gaan ook maar door. Personeel komt erbij. Nieuwe kansen komen voorbij. De wijnwereld staat ook niet stil. Is ook in ontwikkeling. Hoe zorg je dat je daar up-to-date blijft? Sowieso is het heel belangrijk om dus toch regelmatig proeverijen te bezoeken. En wijnreizen te maken. Yeah. Ik ben daar zeker in het eerste jaar, is de mogelijkheid niet daar geweest. En nu heb ik gelukkig vorig jaar en dit jaar al een paar wijnreizen kunnen maken. En dat is echt werken. Dat blijf ik altijd benadrukken. Dat is toch echt wel... Natuurlijk is het 's avonds leuk met collega's. Nou ja, en de volgende dag weer... Ook dat. En het is druk. En je zit heel veel in de bus. Ja. En je gaat echt bedrijven bezoeken waar je mee samenwerkt. Dus het is ook de bedoeling dat je... niet daar lallend aan de keukentafel gaat zitten. Het is gewoon zaken doen, zeg maar. Ja.
Nou is het voor de gemiddelde, hè, als je in de wijnbusiness zit, misschien iets leuker dan dat je in die thee zit. Maar het blijft wel werk. En ja. Dat is wel belangrijk om dat te realiseren. En nogmaals, ja, inderdaad, die proeverijen bij leveranciers, wat natuurlijk heel belangrijk is. Ik ben lid van vakbladen, ja. Dus dat lezen we natuurlijk regelmatig. En ik ben nog steeds met de diploma-koers bezig om wat af te maken. Maar goed, ja, vooral omdat de winkel natuurlijk op mijn pad kwam, heeft dat wat vertraging opgelopen. Want dat is te veel in je hoofd. Het is echt wetenschappelijk onderwijs. Mm-hmm. En op een gegeven moment gaat dat niet meer. Nee, dat snap ik. Dus je kan maar zoveel ballen in de lucht houden. Ja. Ja, snap ik. Hey, zijn er leuke trends gaande in de wijnwereld? Waar ze je van op de hoogte houden, wat je zegt? Ja, wat we sowieso... Kan je niet zo zeggen? Jawel hoor. Nou ja, goed, kijk, wat we sowieso al wat jaartjes zien is dat alcohol is een ding. Hè? Ja. Dus mensen 0% willen... 0% nou ja, dat is sowieso enorm in opkomst. Hoe vind jij dat? Ingewikkeld. Ja? Ja. Ik ben ook echt heel erg aan het zoeken naar drankjes zonder alcohol die leuk zijn, maar niet per se wijn. Wijn is een product van alcoholische vergisting. Ja. Dus je houdt altijd een stukje onbalans. Mm-hmm. En met name, kijk, bij mousserende wijn is het vaak wat makkelijker. Hè? Dat zeg ik ook altijd met gin en tonic. Ja. Gin en tonic is daarom ook zo gevaarlijk, want je hebt ook niet echt in de gaten dat er wel alcohol in zit. Precies. Als het met alcohol is. Dat heeft met name natuurlijk ook met de koolzuur te maken en ijs en noem het dan maar op. Maar dat zie je dus ook bij mousserende wijn is vaak wat makkelijker, omdat je toch dat prikkeltje hebt. Mm-hmm. Dus dat, maar goed, heel veel producenten hebben vaak een zoetje in de wijn gelaten om die alcohol te compenseren. Dat zie je nu allemaal wel steeds beter worden. Okay. Maar ik heb nu bijvoorbeeld ook mousserende thee in de winkel. Okay. En kombucha is natuurlijk enorm in opkomst. En blikjes kant-en-klare mixjes van dus gin en tonic, maar wat op gin en tonic lijkt, maar wat gewoon een alternatief is en dan zonder alcohol. Mm-hmm. Kijk, op het moment dat je zegt het is alcoholvrij, dan missen mensen in hun hoofd direct al iets. Dus we moeten gewoon naar drankjes waar geen... Ja, er zit geen alcohol in. Maar dan zouden ze eigenlijk niet eens naar... Is het alcoholvrij? Het is een drankje en er zit geen alcohol in. Ja. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig om daar wat in uit te breiden. En daarnaast ook de elegantie die je ziet in de wijnen zelf, die wel met alcohol zijn. Dat toch al producenten proberen om... Maar ja, kijk, als jij in warme gebieden zit, dan heb je nou eenmaal een hoger alcoholpercentage. Ja. En op het moment dat je dat lager wilt houden, dan zul je moeten rommelen. Want je moet of vroeger oogsten, maar dan heb je misschien weer te veel zuren. Of en dan moet je weer gaan ontzuren. En noem het allemaal op. Dus je zit gewoon het proces laat gaan, waar ik wel altijd wel voorstander van ben. Dan zijn sommige wijnen wat hoger in alcohol. Maar in principe, als de balans klopt, heb je er ook geen last van. En ja, uiteraard alles met mate. Mm-hmm. Dat geldt natuurlijk voor alles. Ja. Ja. Hoe vind je die ontwikkeling? Die 0% alcohol ontwikkeling? Ik heb er een beetje wat over gelezen. Er zijn veel boeken. Er zijn een aantal boeken geschreven over de gewone mensen in Nederland. Soms zijn ze wat bekender in Nederland, maar die hadden toch wel een alcoholprobleem. Maar die wilden toch het wijntje niet missen. En zijn zich eigenlijk vanaf dat moment een beetje gaan afzetten. Hebben daar boeken over geschreven. En hebben toch een volging daarin gekregen. En nu is het wel weer een dingetje aan het zijn. Want hoe sta jij daar tegenover? It's inevitable. Het is het onomkoombare. Nou goed, ik denk dat mensen vooral bij onszelf moeten blijven. Ik denk dat we allemaal wel weten wat goed voor ons is en wat niet goed voor ons is. En kijk, verslaving, ja, dat is een ding. En dat is en alcoholverslaving is wel een sluipmoordenaar. Ja. Eerlijk is eerlijk. En met name een glaasje wijn. Hè? Ik bedoel, ik ken het ook. Als ik zodra ik ga koken of aanstalten ga maken, dan denk ik toch altijd, even een lekker glaasje wijn bij. En dat doe ik de ene keer wel en de andere keer niet. Ja. Maar daar ben ik zelf bij. Ja. 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 Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat je er bewust van bent. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat je wijn drinkt omdat je het lekker vindt. Ja. En niet omdat de alcohol prettig is. Omdat de alcohol iets met je doet. En dat is ons gevaar ook wel eens in het vak.
Het is ook vervelend, want het betekent dus ook dat je toch wel vaker thuis blijft. Omdat niet altijd in bepaalde zaken even fijne wijn geschonken wordt. En dat je daar dan ook gewoon geen zin meer in hebt. Als je dan wel zin hebt in een... Want ik wil, maar dat geldt ook voor mijn stukje vlees. Ja. En dat geldt ook voor mijn pizza. Als ik iets naar binnen werk, dan wil ik gewoon dat het lekker is. En dat het goed is. En dat het met aandacht geproduceerd is. Dus ja, heel bewust ervan zijn. Kijk, ja, ik kijk altijd maar naar Zuid-Europa, waar mensen natuurlijk waar het heel gewoon is dat je bij de lunch een glaasje wijn consumeert. En maar het is wel zo dat dat altijd in combinatie is met eten. Eten, hè? Kijk, zoals wij Nederlanders drank consumeren, dat is wel voor met name Zuid-Europeanen vreemd. En ook voor Fransen. Over het algemeen gaat dat wel gepaard met eten. Mm-hmm. En daar ben ik zelf ook wel voorstander van. Het is wel belangrijk om... om iets te eten. Nou, dan kunnen we dit onderwerp afsluiten. Ja. Het 0% alcohol. Ja. Heb ik een andere vraag voor je. Ook over je bedrijfsvoering. Gebruik jij bepaalde technologieën, programma's voor je bedrijfsvoering, voor je financiën bij te houden? Zeker, ja. Doe je dat online? Tot grote frustratie. Van? Nou, voor jezelf of voor... Ja, ik nou ja, ook daar met vallen en opstaan wijzer geworden. Kijk, dan kom je weer op het punt dat je inderdaad alleen onderneemt. Ja. En tuurlijk, mijn man ondersteunt me in van alles. En ik ben daarin ook wel eens te eigenwijs. Want ik had misschien met bepaalde dingen ook wel eens beter naar mijn man moeten luisteren. Maar dan denk ik toch wel dat ik het zelf weet. Techniek ontkom je niet aan? Nou ja, of dan gewoon verkeerd om beslissingen genomen. Dus in mijn geval dan eerst een kassasysteem aanschaffen. Ja. En dat daarna koppelen met een boekhoudprogramma, wat mijn boekhoudster dan weer had geadviseerd. Maar dan moest dan weer een tussenpersoon. Terwijl ik, als ik bij wijze van spreken via dat boekhoudprogramma een kassasysteem had, dan was die tussenweg niet geweest. En andersom. Dus ja, goed. En daardoor verzeil je wel eens in frustrerende situaties. Ja. Wat tijdrovend is. En waar je eigenlijk als ondernemer zo min mogelijk mee bezig wilt zijn. Precies. Maar ja, ook dat hoort erbij. Ja. Dus ja, ik ben begonnen met een huistuin en keukenkassa. Gewoon zo'n veredelde rekenmachine waar nog wel de btw-tarieven op stonden. Maar dat was het dan. Maar er stonden natuurlijk niet de producten op. Dus voor je voorraadbeheer is het natuurlijk een crim. Dus vanuit daar, maar goed, ik wilde eerst kijken of de zaak kans van leven had natuurlijk. Ja. Dus ja, om dan meteen al een heel duur computerprogramma en weet ik wat allemaal, een kassasysteem aan te gaan schaffen, dat is natuurlijk een ding. Dus dat zijn we in april, dus in oktober 2020 ben ik begonnen, in april 2021 zijn we met dat systeem aan de gang gegaan. En in principe staat het nu nog niet zoals ik het hebben wil. Okay. Maar goed. Dat terzijde. Maar is dat dan een ding wat je in deze ondernemersrij is tot en met nu het eerste zou zijn dat je anders zou aanpakken? Wat zou je veranderen? Ja, ja, dat nou niet eens. Het is wel een periode wat ik wel, daar heb ik wel veel van geleerd. Alleen kijk, dus, als je ook wel eens van collega-ondernemers hoort, dat die hebben dan andere systemen. Ja, en die lopen ook weer tegen problemen aan. Dus ja, koppelingen. Dat is vooral natuurlijk gewoon heel frustrerend. Maar het meeste onder één dak is dan wel het prettigst. Ja. Dat iedereen dezelfde taal spreekt. Precies. Want tool. Nu is het dan toch wel lastig. Dus het gaat beter hoor. En ik ben ervan overtuigd. Kijk, op een gegeven moment zit je zo diep erin. Dat het niet zoveel zin meer heeft. Om het hele systeem eruit te gooien. En weer helemaal over te stappen. Want dan moet je weer, weet je. Want dat zeg ik, door schade en schande word je wijzer. Dus inmiddels weet ik wel vrij veel van het systeem. Maar daar had ik me misschien toch iets beter in moeten verdiepen. Om Dat een hoop frustratie had en tijd ook had gescheeld, vooral. En hoe doe je dat met je marketing? Doe je dat ook met een online systeem? Nee. Doe je dat gewoon zelf op de telefoon? Of instrueer je werknemers elke maandag, elke dag? Of... Dat gaat veel te ad hoc. Ad hoc. Ja. En is daar een reden voor? Nee. Of heeft het gewoon geen prioriteit? Dat zou wel een keer moeten hoor. Om maar ook gewoon ook om rust te creëren, ook voor jezelf. Want ik heb nu natuurlijk ook regelmatig denk, ik moet nog even wat posten. Dus dan denk ik dat 's morgens. En dan opeens is het 5 uur. En dan denk ik, heeft nu geen zin meer. Ja. Want het is al het einde van de dag, zeg maar. Ja. Dus dat gebeurt. Dus kijk, als jij natuurlijk gewoon een vast moment hebt in de week. Of ik laat dat inderdaad aan mijn collega over. Wat makkelijk kan. Hè, want dat is natuurlijk ook een valkuil. Ja. Alles zelf doen. Ja. Maar dat gaat op een gegeven moment niet meer. Nee, zeker. Nou, je geeft net aan dat je
goede werknemers in precies, maar ja, die moet je wel de kans geven om zichzelf ook verder te ontwikkelen. En dat is ook een van mijn valkuilen. Mm-hmm. Ja, laat het dan maar. En dan gaat het maar een keer mis. Ik bedoel, dat geeft niet. We moeten allemaal onze eigen fouten mogen maken. Ja. Dus ik weet het heel leuk te vertellen. Alleen op het moment dat we dan weer in een situatie zitten, dan eigenlijk doe het zelf wel. Ja. Maar dus en offline marketing? Doe je dat? Adverteren, sponsoren soms, misschien? Soms, ik sponsor, zeker. Ik sponsor de tennisvereniging, ik sponsor de voetbalvereniging, ik sponsor de Katamanenclub. Dus daar zit ik overal wel flink tussen. Ik moet zelf alleen ook nog gaan tennissen. Voetballen ga ik niet meer doen hoor. Maar, is dat ook niet een netwerkdingetje? Dat je, omdat je sponsor bent, dus dan word je uitgenodigd. Ja, en ik lever de wijn natuurlijk zilver, ook. Zilver, brons, sponsorpakketten en dan kom je dat en dat en dat toe. Ja. Haal je daar veel handel uit? Ja. En is dat meer in de zakelijke markt of de consumentenmarkt? Nou, kijk, dat is lastig te meten, hè. Maar je weet wie het gaat wel over hebt, en weer. Sorry? Je weet wie je aan tafel hebt, toch? In het netwerkmoment? Of het een bedrijfje is? Of dat maar of waar dan ook klanten die zien de particuliere markt uit voortkomen. Ja, dat bedoel je toch? Of zakelijk? Nou ja, zakelijk sowieso. Hè? Ja. Dus inderdaad, ik sponsor de Katamanenclub, maar daar lever ik ook de wijn. Ik sponsor de voetbal, daar lever ik ook de wijn. Ik sponsor de tennis, daar lever ik ook de wijn. Dus ja, zeker. Dat heeft. Nou ja, voorwaarden. Die had je al. In eerste instantie kom je niet direct zo binnen, maar dat gaat wel vaak samen. Mm-hmm. Ja. En dat is ook logisch, denk ik. Het is een soort van, ik ga niet zeggen, maar ik denk het wel een beetje een gentleman's agreement. Ja. Ja. En dat gaat goed. Dat gaat goed, ja. En kijk, het mooiste is als daar natuurlijk ook de leden van de clubjes dan ook natuurlijk bij je komen. En is dat dan allemaal Schorel of is dat Bergen? Dit is Schorel. Ja. Want hoe heeft Schorel, de gemeente Schorel en de community Schorel, hebben die bijgedragen aan het bestaan van Pop voor Wijn? Dat denk hebben ik wel, ze een warm... Zeker, absoluut. Ja? Ja. Ja, dat merk je nu ook natuurlijk met dat hele Jumbo-verhaal, weet je wel. Hoe mensen dan achter je staan. Nee, dat weet ik niet. Vertel. Nou ja, wat ik al zei, er zat niets al een aantal jaren in Schorel. En 7 maanden na de opening van mijn zaak had iemand bedacht om een topslijter te beginnen in Schorel. Schuin tegenover mij. Nou goed. Oké. Okay. Menno en ik kunnen inmiddels prima door één deur. Maar ik ga niet zeggen dat ik er in eerste instantie heel erg blij mee was. Dat is niet handig. Nou kijk, ook wat dat betreft, wat ondernemerschap betreft, denken mensen vaak, maar het kan elkaar ook versterken. Ja. Het is heel simpel. Concurrentie. En we leven in een kleine gemeenschap. We zitten niet in Alkmaar of we zitten zeker niet in Haarlem of Amsterdam. Mm-hmm. Dus op het moment dat iemand een winkel gaat beginnen met voetbalschoenen en zijn buurman gaat een winkel beginnen met voetbalpakjes of tennisschoenen, dan versterk je elkaar. Ja. Maar op het moment dat je elkaar gaat overlappen, dus naast die voetbalschoenen ga ik ook voetbalpakjes verkopen en misschien straks ook nog wel tennisschoenen, dan gaat die andere meneer, want die tennisschoenen die kunnen ook maar één keer gekocht worden. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor een flesje drank. En uiteraard heeft Menno veel meer gedistilleerd en ik veel meer wijn. Dus in die zin kunnen we elkaar kunnen wij het samen, denk ik, wel rooien. Hè? Ja. Maar goed, toen kwam natuurlijk onze Jumbo erbij. Ja. Die uiteraard wel al wijn verkocht, maar dat stond toch een beetje op een achterafje. Mm-hmm. Daar is nu gedistilleerd bijgekomen en staat nu niet meer op een achterafje. Als je tegen de gevel aanloopt, dan is het één wand van wijn en je kijkt zo de gedistilleerd hoek in. Ja. Dus daar waren wij wel heel verbolgen over en we hebben uiteraard ook bezwaar ingediend en we hebben een hoorzitting gehad. En maar goed, er kan volgens zeggen geen winkelstandbeleid meer gevoerd worden. En dat heeft dan te maken met één Europa. Blijf het toch altijd apart vinden dat als ik in Frankrijk kom en ik loop daar een wijnwinkel in, dat ik gewoon een glaasje wijn kan kopen in dezelfde ruimte als waar de flessen wijn verkocht worden. Ja, maar goed, dat is een andere discussie. maar het is natuurlijk gewoon niet handig. Kijk, het is denk ik wel in een kleine gemeenschap dat je elkaar probeert te versterken. Uh-huh. En het is net als met de horecazaken. Als je er nog een horecazaak begint, probeer iets nieuws te doen. Probeer iets te doen waardoor je elkaar aanvult. Waardoor mensen meer op je dorp blijven. Ja. Nou ja, dat is... Want dat is het... ik ben dan een verkeerd woord gebruiken, maar dat is het vervelende van een supermarkt, dat ze op een gegeven moment alles aanbieden. Precies. En een paar jaar geleden hadden ze het zelfs over dat ze elektrische auto's gaan aanbieden. Ja. Weet je, waar gaat het dan nog heen, hè? En nou dan precies. Heb je dan nog kleine ondernemers nodig?
Precies, en we willen natuurlijk ons dorp aantrekkelijk houden, ook voor andere ondernemers. Maar ja. Kijk, met name, het is nu prachtig mooi weer, maar met name met dat slechtere weer. Kijk, de toerist is ook, die zijn onze krenten in de pap. Ja. En op het moment dat het slecht weer is en zij kunnen alles onder één dak kopen, dan komen ze ook niet meer bij de bakker, nee. Ze komen ook niet meer bij de slager, ze komen ook niet meer bij de kaasboer, nee. En ze komen ook niet meer bij de drankenspeciaalzaken. Nee. Dus ja, dan en ook niet meer die horeca die ze onderweg tegenkomen naar al die winkeltjes. Ja. Dus uiteindelijk hebben we daar natuurlijk gewoon allemaal last van. Mm-hmm. Hoe ga je om dan met bepaalde kritische beslissingen in jouw vakgebied? Als je dit soort dingen tegenkomt, ga je dan op de kast staan en ga je iedereen bij elkaar trommelen? Of? Ja, wij hebben in dit geval natuurlijk wel. Hè. We hebben natuurlijk ook die petitie opgestart. En ik ben meteen bezwaar ingediend bij de gemeente. Ik ben sowieso eerst direct naar de Jumbo toe gelopen, want het gonste natuurlijk. Dus het was nog niet helemaal zeker. Is hij ondernemer en woont hij ook in de regio? Of is het een... De bedrijfsleider, die woont volgens mij in Alkmaar, maar daar wil ik vanaf zijn. Ja. Ja. Dus dat is, ja. Dus daar, ik ben wel natuurlijk, en de jongen die is aangesteld, dus die school zich ook achter het feit van, ja, maar ja, dat is allemaal besloten toen ik hier nog niet was. Ja. En, want, hè, wij noemden bijvoorbeeld een Hema of een andere winkel die een mooie aanvulling had kunnen zijn op het dorp, waar we in ieder geval weer iets van theedoeken en kopperschotels en dat soort dingen kunnen kopen. Ja. Ja, en daarnaast, ja, je hebt ermee te maken. En op een gegeven moment ook dat is loslaten en doorgaan. Mm-hmm. En je wel focussen op je eigen strategie en je eigen kracht. Want anders dan, dan hangt er alleen maar die negativiteit omheen. Precies. En je gaat het niet winnen van zo'n supermarkt. Dus dan maar proberen om uit de positiviteit de kracht te putten. En je op gewoon blijven onderscheiden. En dat. En het heeft ook ervoor gezorgd dat er mensen die nog niet in de winkel waren geweest, nu juist in de winkel kwamen. Omdat ze het zo belachelijk vonden dat die Wie was dat, die pop voor wijn? Ja. Heeft even een... Wat zou een advies van jou zijn die je zou willen geven aan een startende ondernemer? Met alle kennis die jij tot nu toe hebt opgedaan. Sowieso gedegen marktonderzoek. Hè? Dus het ligt natuurlijk heel erg aan de grootte van de plaats. Hè? Je locatie. Locatie is, dat is misschien de keyword, is, en dat heb ik ook zelf ondervonden door mijn kaaswinkel. Die zat op een andere plek. Die zat onderaan de stenen trap toen ik begon daar. Ja. En Niek is uiteindelijk naar de Herenweg verhuisd. Mm-hmm. Fantastische zet, super. En daarin ben ik ook heel eigenwijs geweest. Die locatie, jongen. Als je goed bent. Hè, mensen die lopen langs vanaf het parkeerterrein. Mm-hmm. Maar kijk, misschien was Schorel op dat moment voor mij qua delicatessenwinkel nog niet de juiste locatie. Mm-hmm. Hè? En is dat nu wel gelukkig. Hè? Ja. Moment is natuurlijk ook wel absoluut belangrijk. Dus locatie. Hè? Ik moest altijd denken aan de Bokkendorens in Overveen. Jullie wellicht wel bekend. Ja. Nou, als we het nou over locatie hebben. Die zie je niet vanaf de weg. Maar als je er 50 meter voor staat, moet je nog goed kijken bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk al jaren een topbedrijf. Ja. Zeer succesvol. En dus ja, ik ben er wel van overtuigd dat het kan, maar dan moet je waarschijnlijk wel heel speciaal zijn. Ja. Locatie is echt heel belangrijk. En natuurlijk daarnaast ook, waar is behoefte aan? Maar het is ook belangrijk om, tuurlijk moet je commercieel blijven en niet alleen maar je passie volgen, maar je moet ook wel bij jezelf blijven. Want alles wat in principe in mijn winkel staat, daar sta ik wel achter. Ja. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Zou ik ook niet anders verwachten van jou als ik je zo hoor en ken. Ja. Wat zijn jouw doelen voor de aankomende 2 tot 5 jaar? Denk je al zover? Of heb je... Nou ja, goed. Kijk, sowieso een bepaalde omzetprognose natuurlijk. Waar we naartoe aan het groeien zijn in 5 jaar. Mm-hmm. En daarnaast doelen, ja. Ik heb nog wel wat plannetjes. Maar goed, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Misschien in een andere aflevering van Eetzaken. Wellicht, ja. Ja, lijkt me leuk. Ja. Nou, bedankt in ieder geval voor nu voor het gesprek en je tijd. Heel graag gedaan. Je fantastische heerlijke pizza en je bijpassende wijn. Ja, bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast Eetzaken. Heb jij vragen aan ondernemers? Laat het weten in de reacties op YouTube en dan komen we bij je terug. Fijne dag.